nieuwe video. En in deze video is het weer eens tijd voor een shoplog. Ja, alweer. Oeps, maar dat komt. Ik ben een tijdje geleden naar Engeland geweest, naar Southampton. Benieuwd wat ik daar allemaal gedaan heb, waarom, wie, wat, waar, hoe. Ik zou zeggen, bekijk mijn vlogs. Ik zal ze even in het i'tje zetten. Ik heb 2 vlogs daarvan online staan. Ik ben namelijk naar mijn schoonzusje geweest die daar voor haar stage was. Maar ja, in Engeland kun je ook best wel goed shoppen. Ha. Dus het leek me wel leuk om de items te laten zien die ik daar geshopt heb. Dan moet ik wel zeggen dat het niet heel erg veel is, want het is best duur daar. Ik vind, het was gewoon duur. Ik heb 1 broek gekocht, die was dan wel weer goedkoper dan hier in Nederland. Maar verder, het is duur leven daar. Het eten was ook erg duur. We hebben voor 1 avond hebben wij volgens mij voor 70 pond gegeten met z'n drieën. Nou, dat is bijna 80 euro met z'n drieën. Dus, en we hadden niet echt heel iets bijzonders. Dus het is best duur daar. Maar dat weerhield me er niet van om dingen te kopen, zeker niet. Het zijn ook een beetje souvenirtjes en het zijn ook wat dingen voor anderen. En het leek me wel leuk om die aan jullie te laten zien. Er zit wat fashion bij, Victoria's Secret, thee. Dus laten we maar heel erg gauw beginnen met de items die ik in Southampton heb geshopt. Dan begin ik met, ja, thee. Dat is natuurlijk heel erg logisch. Ik heb thee geshopt. Dit is ook een beetje een souvenirtje voor mijn oma en zo, want die vindt thee ook heel erg lekker. En ik heb geen thee gedronken in Engeland, want Rianne zei, zij maken die thee echt zo sterk, het is zo donker. En Engelsen doen er dan melk bij, nou dat vind ik niet zo lekker. Dus thee heb ik daar niet in gedronken, maar ik heb wel thee gekocht. Ze hebben daar even korreltjes thee, maar ik zag me al gaan met die korreltjes door de douane heen. Ik denk, dat risico dat durf ik gewoon niet te nemen, dus ik... heb zakjes thee gevonden. En dit was in een groot winkelcentrum van Wither Chelsea. Volgens mij is het best wel bekende thee daar. En er zitten 20 theezakjes in. Helemaal leuk in de smaak Fairy Berry Crush. Ik heb het nog niet geproefd, maar het is volgens mij heel erg zoet. Bij datzelfde tentje hadden ze ook allerlei soorten koffie. Maar daar heb je weer bepaalde filterkoffie dingen voor nodig. Die hebben we hier niet in Nederland. Maar ze hadden wel hot chocolate met salted caramel. Dat is geen koffie meer, maar dat maakt niet uit. Warm chocomel dus, met salted caramel smaak. Je kunt het aanmaken met water, met melk. En dit is gewoon poeder wat je er dan gewoon bij ingooit. Roeren en opwarmen. Alleen deze is eigenlijk voor mijn moeder. Het is een cadeautje voor mijn moeder. Maar ik neem aan dat ik af en toe ook wel er gebruik van mag maken. Dan heb ik in de supermarkt nog een heel klein pakje met thee. Je had daar heel veel verschillende... Twinings tea. En je had salted caramel, cherry bakewell en gingerbread. Nou, ik was heel erg benieuwd naar de salted caramel en die cherry bakewell. Maar ik dacht, als die nou niet lekker is, dan zit ik dus met zo'n groot pak. En toen zagen we deze, try me. Dat zijn dus gewoon, volgens mij van elke smaak zitten er 2 in. En van een gingerbread 1. Dan kan ik het gewoon proeven. En dat moet ik eigenlijk snel doen. Want als deze video online komt, is Rianne al terug. Maar dat maakt niet uit. Mijn plan was proeven en als ik het lekker vond, dat Rianne nog een doosje voor me mee zou nemen. Zit ik nu te denken. Dus ik moet het wel even snel proeven. Maar dat leek me wel grappig. En ik heb nog een soort, ja, hoe noem je dit? Souvenir ook. Van een museum waar we zijn geweest. We zijn in de Tudor House in Barnum geweest. Een museum over een bekende Engelse familie. En ik had zoiets van, ik wil daar nog wel iets van meenemen. Dit zijn een soort travel sweets, fruit. Ik maak hem even open, ik ben wel benieuwd. Ik heb hem! Duurde even... Wow! Oh, dat zijn van die gesuikerde... Oh, ze vallen er dadelijk uit. Van die gesuikerde snoepjes. Heel erg lekker, denk ik. Oh, dat ruikt heel zoet. Nou, volgens mij heb ik er bijna 4 euro voor betaald. Maar hartstikke leuk. Nou, dan blijf ik even doorgaan in de souvenirtjes. Ik had voor mijn opa... een pen gekocht van de FC Southampton. En We March On staat erop. Ze hebben zo'n liedje met... deze zin zit erin. En mijn opa puzzelt heel veel. Dus ik dacht, nou, ik kan niet met deze pen gaan puzzelen. Vond ik wel grappig. En voor mijn vader was ik eigenlijk op zoek naar een onderbroek van Southampton. Hij vindt het heel erg leuk om bijvoorbeeld ook een onderbroek van FC Barcelona toen we er zijn geweest. Maar ze hadden geen onderbroeken, maar wel sokken. Dus ik heb voor mijn vader Southampton sokken meegenomen. Hier staat ook iets op, Sands. Ik weet niet, dat was ook van het clublied volgens mij. En hij is er helemaal blij mee. Of alleen zoiets van, oeh, die rode, met waar moet ik die mee combineren dan? Want dat valt heel erg op.
Nou, dat is toch leuk, papa? Dan heb ik nog iets gekocht op het vliegveld. Daar heb je altijd tax-free shoppen. Nou weet ik niet of het daar echt tax-free was, maar er waren een heleboel luchtjes best wel goedkoop. En ook dit Calvin Klein luchtje. Oh, het prijskaartje zit er nog op. Nou, 19,90 pond. Ongeveer iets van 20 euro dus. En dat voor een Calvin Klein luchtje vind ik echt heel erg leuk. Er zit 50 milliliter in. Ik zie alleen dat het een eau de toilette is en geen parfum. Nou ja, maakt niet uit. Ik heb hem geroken. Ik vond hem zo lekker. En ik was aan het twijfelen Thijs kan daar niet zo goed tegen. Dus die zei, koop hem nou. Als je het lekker vindt, moet je dat doen. En nou, leek me nog wel een leuk aandenken. Nou, qua fashion items ben ik naar de Victoria's Secret geweest. Ik heb 120 BH's voor mijn gevoel eraan gehad. En geen enkele zat echt mooi. Dus ik weet niet zo goed wat er mis met mij is of met die BH's. Engelse maten matchen me waarschijnlijk niet. Maar daar waren wel 7 onderbroeken voor 25 pond. Nou denk je echt, je bent gek. Maar die onderbroeken zitten zo chill van de Victoria's Secret. Ik heb er wat uit Amerika meegenomen en ik dacht, ik neem er nu weer wat mee. Eentje met pink, ook al is hij paars. ja, je hebt ook van de pink lijn heb ik dus onderbroeken meegenomen. En het zijn allemaal S'jes. Want op een of andere manier vallen die onderbroeken best wel groot. Best wel raar. Deze vind ik heel bijzonder. Hier zit een soort cut-out in, denk ik. Maar dan in de onderbroek. Ik moest er wel om lachen. Ik dacht, nou, laten we gek doen. Dit is mijn kerstonderbroek. Met glimmertjes. En ik heb er nog eentje met een soort panterprintje. Hartjes. Heel erg schattig. En ik heb er nog 2 voor mijn moeder. Want ik weet dat zij die onderbroeken ook heel erg fijn vindt. En nou, zij kan deze dan aandoen met ook een soort panterprint en hartjes. En deze met kant vond ik voor mijn moeder ook heel erg leuk. Ik vond ze zelf ook heel erg leuk hoor. Ik heb gewoon 7 eruit gekocht. Of uitgezocht die ik zelf heel erg leuk vond. En dan heb ik mijn moeder er 2 uit laten kiezen van welke vind jij ook heel erg leuk. Verder zijn we nog bij de New Look geweest. En Rianne en ik hebben er alle 2 een kanten topje gekocht. Ik heb hem in het rood. En Rianne heeft hem een beetje in, ja, we zeiden een beetje kerstboomgroen. Normaal houden we daar alle 2 niet zo van. Maar het stond daar best wel leuk. Ik heb hem in het rood. Dus het is gewoon zo'n kanten ding met kanten mouwen. En er zit een ritje achterin. Dit kan je namelijk ook nog heel erg leuk met een jasje eroverheen dragen. En dan zie je het kant nog steeds. Zwart hemdje eronder. Heel erg leuk. En dan ben ik alweer bij het laatste item. Ja, ik zei het is niet superveel. Bij de Zara, we hebben daar Zara. En daar heb ik deze broek gekocht. Ook hier twijfelde ik over. Ja, ik twijfel werkelijk over alles. Maar dit is een high-waisted jeans met een soort slangenprint. En onderaan is die een beetje gerafeld. En ik had hem aan en hij stond best wel grappig. En toen dacht ik, ja, hij is wel 30 pond. En dat is omgerekend ongeveer 33 euro. En in Nederland is deze 39,95. Dus toen dacht ik, nou, dan haal ik hem wel. Want als hij iets goedkoper is, dan vind ik dat wel heel erg tof. En bijvoorbeeld deze trui die ik nu aan heb, lijkt me er heel erg leuk op staan. En ik heb een andere grote trui. Deze donkerblauw, die staat hier ook heel erg leuk op. En ik heb een paars jasje, dat staat er leuk op. Want ik had eerst zoiets van, waar combineer ik dit nou in godsnaam weer mee? Maar er zijn wel dingen waarvan ik denk, hé, dat is best leuk. Dus die broek waar ik heel blij mee ben. Verder ben ik eigenlijk gewoon blij met alles wat ik daar heb gekocht. En ja, shoppen in Engeland, het is niet echt een aanrader. Tenzij je heel veel geld hebt. Want ze houden daar wel van dure spulletjes en dure merken. Maar ja, gaan we ook niet dood aan. In ieder geval dat jullie de video heel erg leuk vonden. Ik ben wel benieuwd welk item jij heel erg leuk vindt. Of je ook zo'n fan bent van Victoria's Secret, Zara. Ik ben benieuwd welk item jij heel erg leuk vond. Of je wel eens in Engeland hebt geshopt. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende video. Doeg!